Maret, 3-2 verloren van Japan. Hoe frustrerend is het om overal een Japans handje achter of onder te zien? Ja, de eerste twee sets hadden we ze echt wel goed onder controle. En naarmate de wedstrijd vorderde, zaten zij beter op ons spel. En we wisten van tevoren dat ze heel veel zouden verdedigen. Maar op een gegeven moment kwamen we niet echt goed meer door de side-out. En dan kun je zien dat hun kwaliteit is. En, maar ik had eigenlijk altijd wel het gevoel dat we de wedstrijd wel winnend zouden afsluiten. Maar aan het eind zijn ze zich goed geanticipeerd op ons en nog wat dingen veranderd naarmate de wedstrijd vorderde. En ja, daar hadden zij een goed antwoord op. Maar het lukt jullie dan niet om een ander spelletje te gaan spelen? Want of kan Japan zo snel aanpassen op jullie spel? Nou, het lukte ons niet. Ja, we probeerden het natuurlijk wel. Op een gegeven moment hadden ze ons wel goed door hoe wij stonden in de verdediging. Dus daar hebben zij qua aanvallend opzicht hebben zij zich daarop aangepast. Maar het is niet dat we het niet kunnen, maar op dit moment zat het er niet in. Dus uiteindelijk kunnen we het wel, maar vandaag niet. Is dat ook omdat jullie toch weer vrij nieuw zijn zo bij elkaar? Nou, nee, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het op een gegeven moment ook het niveau ging naar beneden. We wonnen de lange rallies, wonnen we niet meer. En ik denk niet dat te maken heeft dat we kort bij elkaar zijn. Dat is Japan ook. Vandaag was het een minder niveau dan de wedstrijden ervoor. Jullie winnen desondanks wel deze pool hier in Apeldoorn. Ja, nou, jullie hebben 7 punten uit 3 wedstrijden. De Dominicaanse Republiek kan maximaal op 6 komen. Dus nog een lichtpuntje? Ja, zeker wel. Maar goed, ja, je wil natuurlijk zo'n weekend wil je gewoon ongeslagen uitgaan. En dat is nu niet gelukt. En je wil ook de laatste dag wil je natuurlijk winnend afsluiten. Dus dat is wel een smetje. Maar al met al kunnen we terugkijken op een heel goed weekend met een hele mooie sfeer hier in Apeldoorn.